Hoi, weer een bericht vanuit de Botanische Tuinen. Welkom in de kassen deze keer. We staan in de tropische kas. En deze keer willen we ons een beetje gaan verdiepen in de bromelia's of de ananasfamilie. Achter mij zie je wat brede grasachtige bladeren. Nou, dat is een bromelia-achtige die vaak in de bomen groeien. Dus die hebben geen wortels in de grond, die groeien echt in de bomen. En zoals we straks ook zullen zien, er zijn ook soorten die gewoon op de rotsen groeien. Een hele grote plantenfamilie van het Amerikaanse continent. Er zijn zeker meer dan 4000 soorten. Er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt en beschreven. Een groot deel of een deel van die beschrijving van nieuwe soorten gebeurt hier. Een van onze collectiebeheerders is een van de specialisten in de wereld op het gebied van de ananasfamilie. Een groot geslacht in die ananasfamilie, dat is Puya. En dat zijn behoorlijk grote planten vaak, die of in woestijnen of hoog in de bergen boven de boomgrens groeien. Kunnen enorme planten worden, die zelfs wel op bomen lijken, een soort stam vormen. Wat ze allemaal gemeen hebben is zo'n groot rozet met van die sprieterige bladeren en hele akelige stekels die er vaak op zitten. En dat is puur om die plant te beschermen tegen grote grazers. Wat heel bijzonder is, dat zijn de verschillende bloemkleuren die je ziet bij deze planten. Even kijken of we dat in beeld kunnen krijgen. Hier zie je dus een heel klein donkerrood bloemetje. En als we hier naartoe draaien, zie je een andere Puya soort met een meer oranje bloeiwijze. En hier vlak naast staat een hele bijzondere met hele rare hangende bloemen en die zijn een beetje groen-gelig. Nou, die bloemkleur die vertelt je iets over de bestuiver van de bloemen. Zo'n groen-gelige bloem wordt vaak bestoven door nachtvlinders of vleermuizen. Je ziet ook dat de meeldraden echt uit de bloem hangen. Hier hebben we nog een andere groep, de Tillandsia's. Nou, daar heb je heel veel variatie in. Maar ze onderscheiden zich vooral doordat de zaden echt pluizig zijn en door de wind verspreid worden. Een hele grote groep van die Tillandsia's hebben van die mooie zilvergrijze bladeren. Daar kun je al aan zien dat ze in de felle zon, in de wind hangen. Deze groeien echt boven in de bomen, soms zelfs aan de telefoondraden. Andere soorten gewoon puur op de rotsen. En die halen hun voedsel en vocht letterlijk uit de lucht. Nou, dit mooie zilverachtige ding, dat is ook een Tillandsia. Spaans mors wordt die genoemd. Die zie je vaak in films als van die gordijnen in de bosrand hangen. Komt in Florida voor en zo in Midden-Amerika, waar je hem in de bosrand ziet. Dit ding, dat leeft echt gewoon letterlijk van de lucht. Er breken stukjes af door de wind, die blijven verderop in de boom hangen. En die groeien daar gewoon verder. En hier de laatste collectiekas. En hier staan juist de soorten in met wat harder, leerachtiger blad. Die vaak wat koeler kunnen staan. En wat meer droogte en felle zon aan kunnen. Je ziet aan de bloemkleur, rood komt heel vaak voor. Soms ook gewoon alleen maar als het rood alleen maar als schutblad. Die rode kleur in het plantenrijk trekt heel vaak vogels aan. Soms voor de verspreiding van de zaden. Heel veel van deze soorten krijgen bessen, waar vogels voor de verspreiding zorgen. Maar als de bloemkleur rood is, dan wijst dat vaak op bestuiving door kolibries. Ontzettend veel mooie soorten en hier zitten een paar hele ouderwetse kamerplanten in, de Achmea's, die vroeger in de koele, lichte slaapkamer heel lang goed gehouden kon worden. Hier zie je een bloeiwijze van een Neoregelia, echt een typische bromelia. Dit is vaak waar mensen aan denken. Zo'n bladkoker met mooie kleurtjes. De lila stipjes die je binnenin ziet, dat zijn de eigenlijke bloemetjes. Die vormen met elkaar een bloeiwijze die omsloten zit door die bladkoker. Die bladkoker die zorgt ervoor dat die plant water vast kan houden boven in die boom. En die kokers die kunnen soms wel liters water vasthouden, vijvertjes op zich. Er zijn verschillende soorten gifkikkertjes die hun biotoop gevonden hebben in die mini-vijvertjes van die bromelia's. Die zetten hun eitjes af in zo'n mini-vijver en de kleine kikkervisjes, de larfjes, die brengen hun hele leven door
in zo'n mini-vijver. Vaak zijn de oude kikkertjes dan druk bezig om te zorgen dat die larfjes netjes net aan de wateroppervlakte blijven. Slepen ze dus heen en weer. Uiteindelijk worden de kikkervisjes volwassen kikkertjes. En zo'n gifkikkertje die slijt zijn hele leven op en rond één zo'n bromelia.